Zou je het snelst kunnen beginnen, moet je misschien op termijn naar een iets structurelere oplossing gaan. Dus dat soort afwegingen horen dan bij het bouwen van die coalities. Heer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, natuurlijk, hè, na de levering aan de Oekraïners zijn die wapens van de Oekraïners en gaan we ze niet meer volgen. Maar dit gaat natuurlijk om het moment daarvoor. En net als in coronatijd werden wij natuurlijk kregen we berichten door van mensen die op de intensive care werken. In de stikstofcrisis kregen we dingen door van mensen die... die boer zijn. En nu krijgen we ook natuurlijk dingen door. Alle mensen in het parlement krijgen dingen door. En ik vraag me dan af, heeft dit gewoon plaatsgevonden? Kan het voorkomen dat wij het aan de verkeerde partijen leveren en dat we dan inderdaad zo'n panzerhauwitzer toch niet een simpel systeem terugvinden, compleet gestript? Dus heeft dat plaatsgevonden of niet? De minister. Voorzitter, ik herhaal wat ik net zei. Vanaf het moment dat we ze aan Oekraïne hebben geleverd en hebben overgedragen, zijn het hun systemen. En ik herhaal ook wat ik zei, namelijk dat ik niet kan bevestigen datgene wat de heer Van Hagen heeft geschetst over de panzerhauwitzers en overigens ook niet over de stingers. Ja, Van Hagen. Ja, dus als we ze terugkrijgen, dan zijn ze weer in ons bezit. Nee, maar dan ben ik niet duidelijk geweest. Dan wil ik graag nog duidelijker zijn. We hebben het... Het is geschonken. Het is niet meer van ons. We krijgen het ook niet terug. Dus er is geen panzerhauwitzer terug in ons bezit die gestript is. Dat heeft niet plaatsgevonden, dat incident. Ik herken dit incident in het geheel niet, voorzitter. Oké, nou dan misschien dat er ooit nog eens wat over geschreven wordt. Maar goed, dan heb ik nog een andere vraag, als ik zo vrij mag zijn. Die had ik eigenlijk aan de minister-president gesteld. En dat was een onheilspellende uitspraak van Jens Stoltenberg dat we geen clustermunitie en geen fosformunitie gaan leveren. En ik had eigenlijk, ik vraag me dan af, ja, waarom zeg je zoiets? Want tot nu toe is elke keer als er iets gezegd werd, dan werd het vervolgens wel geleverd. Maar dit zou wel een overtreffende trap zijn. Dus ik zou het leuk vinden als dat nog bevestigd wordt, dat we dat onder geen voorwaarden gaan doen. En dat we daar ook niet aan gaan meewerken en dat we ook niet voor gaan betalen. Dat op geen enkele moment of manier gaan faciliteren. Voorzitter, ik had de vraag van de heer Van Hagen ook gehoord. Wij leveren geen fosformunitie en ook geen clustermunitie. Ik heb zo snel niet kunnen verifiëren of de heer Stoltenberg dat heeft gezegd in reactie op een vraag. Hè, dus dat weet ik niet precies. Maar wij leveren dat niet. Volgt u.